Ik heb echt lange tijd een serieuze koopverslaving gehad. Zit het je ook al een tijdje niet lekker? Die hele koopgekte, shirtjes voor een paar euro. Continu die irritante koophonger waar je maar niet van afkomt? Je hebt gelijk, want die koopgekte is niet alleen slecht voor de planeet, maar ook voor de mensen die je kleding maken en voor jezelf. Nou, ik vond het aan het begin ook helemaal niet gemakkelijk. En ik kan me voorstellen dat jij dat ook hebt. Waar moet je op letten? Welke merken kun je vertrouwen? Maar inmiddels ben ik 4 jaar verder en heb ik een hoop geleerd. En daarvoor heb ik een super makkelijke duurzame checklist voor je gemaakt. Klik hier voor meer informatie en de complete checklist.